Gaat hij daar echt niet zo lang vol? Oh! Het is weer zover. Ik heb een pakketje gekregen. Ja, dat is niet de enige die ik deze week heb gekregen. Meestal weet ik niet wat erin zit, maar bij deze wel. En misschien jullie ook. Oeh, zien jullie het al? Oeh, spannend. Hij kwam er al een beetje door namelijk. Hier ben ik vorige week heen geweest naar Diemen. En toen heb ik een board voor mezelf laten maken. Helemaal gemaakt uit plastic doppen. Was echt een hele bijzondere ervaring. Heel erg gaaf om te zien ook. En als jullie je nog kunnen herinneren, ik heb er eentje laten maken speciaal voor jullie. Dus één van jullie kan dit board wat hierin zit winnen. Nu zijn jullie natuurlijk benieuwd hoe dat board er precies uitziet. Dus dat ga ik eventjes aan jullie laten zien. Ik heb hem alleen op foto gezien en dat was wel al echt super vet. Maar ja, in het echt is natuurlijk altijd anders. Pas op joh. Hij is goed ingepakt. Dat is fijn. Holy moly, wat is deze vet geworden zeg. De onderkant is sowieso altijd hetzelfde met dit soort boards voor plastic doppen. Dus dit... Oh, dat ruikt joh. Maar moet je dit kijken. 1 en 2. Bam. Nice. Super gaaf, hè? Heel vet. Het lijkt wel een legerpatroon, dat blauwe. Ja, inderdaad. Het zijn verschillende licht wat donkerder. En hier hebben ze gewoon witte doppen. Met gewoon in het midden gewoon niks. Een gat of zo. Dat is toch super bijzonder hoe ze dat hebben gedaan. Heel en hier vet. Zie je gewoon nog een merk weer. Ja, heel vet. Ik vind hem echt onwijs kicken. Dus dit bord, dames en heren, kan één van jullie winnen. En ik ga deze keer de winactie niet doen op YouTube. Of nou ja, wel op YouTube, hè, want je kan winnen via deze video. Maar niet precies dezelfde zoals de vorige keer. En dat was dat je een reactie kon achterlaten en dan vis ik daar eentje uit. Deze keer ga ik deze weggeven via Instagram. Dus ik zou zeggen, hou mijn Instagram goed in de gaten. Check het gewoon, volg me op Instagram. Link staat in de beschrijving. En als ik een foto plaats met dit bord... Reageer er dan op. Wat precies, dat zal ik in de Instagram post nog wel eventjes uitleggen. En dan kan jij kans maken om dit bord te winnen. We gaan het natuurlijk heel even uittesten. Uitproberen. Oh ja, uitproberen. Stories. Waarom leer ik dat nou niet? Ja, je gaat vanzelf leren, want je gaat het heel irritant vinden dat ik dat de hele tijd zeg. Nou, dat hoop ik. En dan wil je het goed doen. Ja, ik zeg gewoon altijd uitproberen. Het is nee, je zegt altijd uittesten. Oh ja, het is uitproberen. Ja. Ja. Oké, daar komt ie. No. Yes, baby. Hij doet het. Hij doet het. Check dat. Nice. Echt super chill. Hoppa. Oh, oh, oh. Niet binnen skateboarden en zo. Dit gaan de pugen zo niet leuk vinden. Daarom stop ik al. Heel goed. Heel eventjes kan wel. Nice. Ik ben blij. Hopelijk jullie ook. Nieuwe winactie voor jullie. Dit is echt niet te geloven, joh. De stoelen hier bij ons vallen gewoon uit elkaar. Moet je kijken. Dit ligt gewoon op de grond. Dat is toch niet normaal? So bad. Het is echt super slecht. Maar goed. Ik heb eventjes het statief erbij gepakt. Het is vandaag namelijk echt klote weer. En Dee en ik zaten even te denken, wat kunnen we nou precies vandaag gaan doen? Kunnen jullie je namelijk nog herinneren dat ik een paar spelletjes heb gekocht bij de winkel? Die ik dan ooit een keertje gewoon kan doen in de vlog. Nou, dit is een van die spelletjes. Hoe heet het eigenlijk? Bolly Boom. Wie zal zijn buik laten ontploffen? Jij. Nou, het ziet er naar uit alsof dat biggetje gewoon alles op kan vreten. Dus dat doet me dan toch een beetje denken aan Dee. Je bent er ook gewoon trots op, hè? Ja. Ik ben wel benieuwd wat we moeten doen. We gaan het eerst eens even openmaken. We moeten in ieder geval even wat in elkaar zetten, want... Oh. Wow! Allerlei losse onderdelen. Wat is dit, joh? Laten we dit keer de gebruiksaanwijzing erbij pakken. Ik zie het al. Dit is voor de bescherming, als de ballon ontploft. Niet? Nee. Kaartjes. Oh, ik zie het al. Dat is instructies, dat doe jij. Oh, ja hoor. Ik moet iets bouwen. Installatie van de ballonhouder. Plaats de basis van de ballonhouder op het plastic voetstuk. Dit is het voetstuk. Je kunt ook nooit eens even rustig op een voetstuk staan. Acta en de Munich. Nou, Acta en de Munich. Shout-out naar Acta en de Munich. Acta en de Munich. Acta. Oh, ik dacht Acta en de Munich. Oh, shout-out naar Acta en de Munich. Die maken wel echt prachtige muziek. Ik ken alleen niet alle teksten. Ze komen er verdomme net vandaan. Dit werkt niet. Nee, druk de sluitingen dicht. Moet je dat wel dicht drukken.
Oh, tiki taki boom. Wow! Moeten hier geen batterijen in? Oh, nee. Oh. Laten we één ding tegelijk doen. Dus we zetten hem neer. Ik zet het ding weer in elkaar. Je bent klaar om te spelen. Nu al? Oh, wij zijn voor heel veel dingen klaar, maar niet om te spelen. Nee, volgens mij ook niet. Oh. We zijn bij de tweede bladzijde begonnen. Blaas de ballon op en plaats hem op een plastic voetstuk. Zo'n rot geluid altijd. Zou je groter moeten? Oh, kijk, ik zie het al. Hij moet hier nog inpassen. Deze moet hier. Oh, dan moet hij daar tussen passen. Oh, kijk, nice. Ja, past die? Ja. En moet deze er dan omheen? Ja, volgens mij wel. Ik heb te lange nagels. Oké, dit ballonnetje moet hier. Op het voetstuk. Op het voetstuk. Nou, dat is dus de buik van het varkentje, dit. En dan kunnen we, kijk, dan kunnen we het varkentje in elkaar zetten. Ja! Oh, dit vindt D leuk hoor. Ja, oh my god. Kijk, hier hebben we het hoofd. Check hem. Mag ik even kijken? Ja, ga jij maar kijken. Dit vindt D helemaal geweldig hoor. Zo moet hij worden, hè? Die doe je helemaal verkeerd. Wat? Die had hem echt helemaal verkeerd in elkaar. A few moments later. Zo! Oh! Kut, hij is om de hoofd. Oké. Okay. 1, 2, tada! Prachtig. Het varkentje. Ik vind hem hartstikke leuk. We laten hem ook gewoon lekker zo staan. Hè, er staat hier gewoon een fout in het boekje. Als het cijfer bijvoorbeeld 2 is, draai je 6 keer. Een spelfout in het boekje. Hoe slecht is dat? Er zit hier gewoon een spelfout in. Het is gewoon vertaald, letterlijk. Te letterlijk. Ja, dat kan, dat het een Engels spelletje is en dat het naar het Nederlands vertaald is. Maar goed, waar, ik snap nu dit niet. Is dat veiligheid misschien? Ik denk het wel, maar het is voor je. Kom maar neer. Oké, ik heb hier kaart en volgens mij is het idee dat je een kaart trekt en dat daar op je opdracht staat. Ja. Dus ik pak de kaart en dat is 0, dus dan hoef ik 0 keer te draaien. Je moet je me even laten zien, hè. Kijk maar, 0. Dan weten we in ieder geval dat je niet vals speelt. Ik zal niet vals spelen. Nou, dan leg ik het kaartendek leg ik hiervoor. En dan ga ik ook een kaart pakken. Want als je dus... punten, dan moet je hier aan draaien. En hoe gaat hij dan precies... Ja, hij gaat via... Oh, dit wordt steeds... Ja, hij gaat via dit systeem. Gaat hij zo iets draaien. En dan wordt het steeds strakker en strakker. En dan uiteindelijk dan heeft hij te veel gegeten. Oh ja, ik zie hier een pinnetje zitten. Oh ja. Oké, spannend. Jouw beurt. Oké. Wat heb ik? Wat is dit? 6. 6? 6? Ja, dit is bacon met spek. Ja, daar word je dik van. Ik had maar een sinaasappeltje, daar word je niet zo dik van. Nee, precies. Dus ik moet 6 keer draaien. Dus dit is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh! Het valt nog mee. Dus ga er blijven per. Kut, die punt! Ja, precies. Die draait daar gewoon in. Oi. Oké, ik heb een donut, dus dat is 1. Oh, dat is 1. Is een donut maar 1? Ja, dat vind ik een beetje vreemd. Ik had wel meer verwacht. Spannend hoor. Oké, dan gaan we... Oh! What the fuck? Wat heb jij? Ja, bacon weer. Ach. Man, 2 keer achter elkaar. Ja, 6 keer, huppakee. Het is wel gewoon een lekker makkelijk spelletje. Ja. Dus... Als je het eenmaal door hebt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh! Yay! Bam! Oh. Ik heb... Een hotdog en friet en dat is 5. Oi. Ja, ik zie dit echt wel fout gaan. 3. 4. En nu de 5e. 5. Oh. Nailed it. Maar het kan zijn dat hij ook weer onverwacht gaat knappen. Ja, dat hadden we bij het vorige spel ook met Milan. Ja, dat was echt een superleuk spelletje. Dat vonden jullie ook heel erg leuk. Dan gaan we door naar de volgende. Daar komt hij. Wat is het? Oh my god, jij moet er ook bij mij. Je ziet hem hier. Ja, we gaan het laten zien. Je ziet hier dat die pin er echt al goed in gaat. Ik heb... Oh, kijk dan joh, ik heb gewoon in totaal 17 keer al moeten draaien met 3 kaarten. Oeh! Ik raak het ballon per ongeluk aan. Hoe is het mogelijk? Oké, draai maar 5 keer. Oké, daar komt hij. Oh, ze stropdas. Oh god. Zo, dat is een stropdas. Ik ben benieuwd wat er overblijft van die dingen als die ballon knapt. Ja. Oké, 5 keer. 1. 2, 3, 4, 5. Oh, dat valt nog mee. Je doet het ook echt snel. Ja, dat gaat helemaal goed. Nou, dan mag jij een kaartje pakken. Zit jij niet stiekem de verkeerde kant op te draaien? Dat je hem alleen maar losser draait? Nee, maar ik moet wel zeggen dat er is ook kans dat wij hier aan de achterkant op dit pinnetje, daar moet je niet op drukken hoor, maar als je op dit pinnetje drukt, dan gaat dat witte gaat weer helemaal terug in het systeem. En dan mag je opnieuw beginnen. Of zag ik hier ergens staan? En er zit een kaart bij. Ja, als je een R-kaart krijgt, mag je de teller weer op 0 zetten. En een R-kaart is een kaart met een
hap van een appel, maar die heb jij niet. Dat is niet de R-kaart. Nee, dus mag jij vijf kaart draaien. Vijf kaart. Vijf kaart, vijf keer. Twee. Hij gaat er diep in hoor. Drie. Vier. Vijfde. Gaat hij de vijfde geven? Vijf. Het wordt, het wordt nu echt spannend, want in het begin maakt het volgens mij niet heel veel uit. Maar het is natuurlijk... Hij staat best strak. Oh ja, hij staat heel strak. Maar het is natuurlijk wel zo, hoe harder je de ballon opblaast, ja, hoe sneller die kapot gaat. Oké, daar gaat hij hoor. Ik ben heel erg benieuwd. Wat heb ik? Twee keer? Twee keer wat? Twee keer, dan moet ik nu nog een kaart pakken en dat moet ik dan twee keer doen. Echt? Ja, volgens mij wel. Als er een kaart met een varkentje getrokken wordt, dus dat is dan deze, neem je een nieuwe kaart en draai je de calorieën tellen twee keer zoals aangeduid op de kaart. Uh-oh. Hoe? Ik heb echt de slechtste als jij kaart. Als jij nu 6 pakt, dan denk ik dat hij kapot is. Daar gaat hij hoor. 1, 2, 3 keer? Ja, 3 keer. Oké, dat valt mee. Nou, dan moet ik in totaal 6. Dan heb ik 6. Ja, dat ben je gewend. Ja, dat is waar. Er gebeurt niks. 1, 2, 3, 4, 5. Oh! Hoe kan hij dit overleven? Kijk nou. Als je normaal op een spel van zo'n ballon trekt, dan gaat hij daar echt niet zo lang vol. Oh! Ah! Hoe kan je niet gillen? Dat deed jij! Ik schrok me helemaal de tering, want mijn hart gaat zo hard de keer. Oh my god! Je zat erin te prikken, hè? Ja, nou moet ik eruit. Oh jeetje, hier ligt het hoofd van het varken. Hij is gewoon dood, jongens. Het varken is dood. Het varkentje is dood. Hij heeft het niet overleefd. Hij heeft te veel calorieën! Zo, dat was eventjes spanning, zeg. Nog niet baten voor ons arme varkentje. Oh, dat is gewoon onthoofd. Maar het is zeker wel een leuk spelletje om nog een keer te doen. Ja. En ik denk ook dat je dit, als je dit met meer mensen speelt, dat het leuker is. Ja. Omdat er meer spanning is. Dat denk ik ook wel. Als jullie dit een heel erg leuk spannend spelletje vinden en vind je dat we dit vaker moeten doen, dan even een blauw duimpje omhoog. Ik vind van wel. Ik vind het leuk. Het is een leuk spelletje voor op zo'n regenmacht. Alleen ik wil niet meer deze kaart, man. 6, 6, 5, keer 2, 3. Nee, je had het niet getroffen. Maar ja, er moet iemand de winnaar zijn. Ja, dat ben jij. Ja, jij prikt erin. Wie gaat er ook in een ballon prikken die op knappen staat? Kijk dan, hij was al gewoon ver, hè? Ja. Zullen we eens kijken hoe ver die kan gaan? Jeetje! Zo! Ja, dit moet wel een hele kleine ballon zijn. Dan moet die ballon zo zijn. Dat kan nooit. Het is een babyspelletje dan. Dit is het meest ver hoe die kan gaan. En als ik dan hier op dat knopje druk, dan als het goed is... Wow! Is hij weer terug? Ja, dus dan moet je maar geluk hebben dat je zo'n... Laten we eens even kijken wat de volgende kaart is trouwens. Dat is de volgende. Oh, dus 2. En dan hebben we weer 2. 2. 5. Misschien had ik iets beter moeten schudden. 5. Maar je hebt wel geschud. Ja. 4. 4. 4. 4. Wat is dit? 4. Alle 6 zaten gewoon. 4. 4. R. Ja, we hadden hem nooit gered. Nee. Hier pas kwam die R. Het stapeltje is al gewoon bijna voorbij. Goed. Het was een leuk spel. Het was zeker een leuk spel. En nu de kaarten opruimen. Ja, we gaan alles opruimen. Ik wil jullie eventjes heel, heel, heel erg bedanken. Want het is gewoon bizar dat deze bandjes die je hier ziet om mijn arm, de Knolpower bandjes, die zijn echt binnen no time uitverkocht. Ik heb ze meteen, echt meteen, zodra ze uitverkocht waren, bijbesteld. Dus ze komen binnenkort in de webshop. Wanneer precies, laat ik jullie nog wel eventjes weten. Maar ik wil jullie daar in ieder geval voor bedanken. En ook natuurlijk voor het kijken naar deze vlog. Ik zou zeggen, doe nog even een blauw duimpje omhoog. Als je trouwens naar mijn haar kijkt, dan zie je dat het nog steeds erin zit. Zijn we al 10 dagen verder, D? Bijna, hè? Bijna? Zo, hé. Het blijft echt gewoon goed zitten, joh. Niet normaal. Ik ben heel erg benieuwd wat dat gaat doen als we eenmaal in het buitenland zijn bij de zon. Maar goed, heel erg bedankt voor het kijken allemaal. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Wil je op de hoogte blijven van alles, vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En hopelijk check jullie morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace!